Een jaar geleden durfde een actrice zich uit te spreken. Ze zei dat ze seksueel misbruikt was door de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein. Het was het begin van de hashtag MeToo die voor ophef zorgde over de hele wereld. Ook in Nederland. En nu, een jaar later, kunnen we de vraag stellen: is het hartstikke goed dat de hashtag MeToo er is? Omdat vrouwen zich eindelijk durven uit te spreken over het seksueel misbruik. Of is het allemaal overdreven gedoe en kunnen mannen niet eens meer flirten met vrouwen? Nou, met die vraag zijn we de straat op gegaan in Haarlem. Zijn we ermee opgeschoten? Geen klap natuurlijk. Ik denk het wel, maar ik heb ook af en toe het gevoel dat het een beetje, ja, alles ermee wordt aangezwengeld. Geen idee. Er is wel heel veel over te doen, maar ja, of het dat uitgemaakt heeft, dat kan ik niet beoordelen. Misschien voor de een wel, de andere niet. Ik verdiep me er niet zo verschrikkelijk in. Ik heb een lieve vrouw, maar dan mag ik overal aankomen. Dus, Ik vind het zo'n onzin allemaal. Mensen die van jaren geleden al dingen op gaan rakelen. Met, nou. Ook aantijgingen die eigenlijk helemaal niet waar zijn. Dat mensen ook meer, ze denken het lukt hun, dus mij lukt het ook wel. Er is wel een probleem, denk ik. Dat, dat vertelde die man die van, hoe heet je ook weer, Jelle Ponskortsi is. Dat je al, je bent standrechtelijk geëxecuteerd voordat je wat terug kunt zeggen. En dat vind ik het grote probleem ervan. En ik denk dat het ook iets te maken heeft met de tijd waarin we leven. Dat iedereen meteen maar wam er bovenop zit. Heeft u nou het gevoel dat het wat heeft uitgemaakt? Is de wereld er anders op geworden? Ik denk het wel. Ja, voor de een misschien wel, de ander misschien niet. En misschien dat mensen dan een genoegdoening vinden op een bepaalde manier. En er zijn verkeerde mensen die aan de kaak gesteld zijn. De discussie die bevalt me dus niet. En verder, ja, als je aangerand wordt, dan is het erg verstandig dat je wat tegen doet. Maar ik, ja, wat is aanranden? Dat is vaak ook het probleem.